Pruttelsneeuw, zinloos weer, dat weer van vandaag, dat het zo grijs is, dat je denkt, wat hebben we eraan? Natte flatsen, nou, daar hoef ik weinig aan uit te leggen. Sneeuwbom, zoals we vorige week nog hadden. De rolwolk die over je heen komt te denderen en de oude wijvenzomer. Actie! We gaan het bekendmaken. Het weerwoord van het jaar 2012. Tientallen weerwoorden kregen wij binnen. Massaal kozen de luisteraars. Weerwoorden worden gebruikt door weermannen en vrouwen op tv en radio om meteen duidelijk te maken wat voor weer het is. Alhoewel het geen echt wetenschappelijk weerjargon is. Dit is het moment. Margot Ribberink zit bij Meteo in Wageningen. Het weerwoord van 2012 is... Dat is geworden plaknacht. Ja, het zegt meteen waar het op staat. Hè? Dat is een nacht waarbij het slapen erg lastig gaat worden. De temperaturen zijn hoog, zeker in de slaapkamer. En dan is het plakken en zweten geblazen. Ik hoop natuurlijk dat het gewoon de dikke vandalen haalt. Want als wij maar met z'n allen, dag in dag uit, plaknacht gaan gebruiken, dan haalt het woordenboek.